Een gele diamant. Een gele. Die hebben we al gevonden. Nou, tot zover ons avontuur. Want waar zouden de andere diamanten liggen? Oh. Oh. Let eens op. Tante? Tante, kom eens hier. Wat is er? Glaasje priklimonade. Ik ben cake aan het bakken. Dat lijkt me lekker, ja. Zagen jullie dat? Ik heb tante betoverd met dit doekje. Kun je thuis ook proberen. Dan pak je een doekje wat een beetje blijft staan. Dan pak je zo hierboven aan het was. Dan is dit het hoofd en dit het lijf. En dan kun je zo het doekje laten dansen en dan beweegt degene wie je betovert op het doekje. En als het toveren nou niet lukt, hè, dan spreken we dat gewoon af dat degene die naar het doekje kijkt en moet nadansen, heel goed moet kijken hoe het doekje danst. Dan kun je laten springen of je kan de armen laten zwaaien of het zijn benen kan ook nog. En dan een rondje draaien en springen en uiteindelijk een buiging op het einde. Ja, ja, dat kun je allemaal doen. Met een poetsdoekje, dat doe ik heel vaak met tante Juliette. Ze trapt er iedere keer weer in. Haar poetsdoekje, dat is niet deze. Haar poetsdoekje wat ze heeft, dat bewaart ze in een speciaal blikje. Ik zie het hier al staan. Dit is haar poetsdoekje bewaarblikje. Dan pakt ze iedere week, als ze gaat poetsen, het doekje eruit. Dan maakt ze alles schoon. Dat ze best wel eens wat vaker mag doen hier. En als ze klaar is, dan pakt ze een doekje en stopt ze dat in haar poetsdoekje. Bewaarblikje en zet ze dat neer. Maar daar hoort nog een deksel op. Deksel, zo is die deksel. Even kijken waar tante dat gelaten heeft. Oh, hier. Ja. Dan stopt ze het doekje erin. Het deksel erop en zet ze het weg. Zo. En de week erop, als ze weer gaat poetsen, dan pakt ze het poetsdoekje bewaarblikje. Ze pakt de deksel ervan af en dan pakt ze... Nee, ze pakt het poetsdoek. Weer een diamant. We hebben er nog één gevonden. Maar waar is het poetsdoekje van tante? Doen we gewoon zo oplossen. Zo. Weg. Zo. Zal tante... Zo. Dan ziet tante het verschil vast niet. Nou. Oh, wat een avontuur. Het zit er al weer op voor vandaag. Tot een volgende keer. Wacht eens even. August Green heeft nog een vraag. Iedereen in Nederland heeft opdracht gekregen om zoveel mogelijk thuis te blijven, vaker je handen te wassen en 1,5 meter afstand te houden. Maar als je ziek bent en naar het ziekenhuis moet, dan doe je dat meestal in een zieke auto. Maar ja, hoe hou je nou 1,5 meter afstand in een zieke auto? Hoe doen die dat? Ik ga gewoon met iemand bellen van de zieke auto. Nee, als ik hiermee ga bellen, dan zien jullie natuurlijk niet iemand van de zieke auto. Nou. Hallo, iemand van de zieke auto. Hallo, August. Nou, iedereen moet 1,5 meter afstand houden en vaker je handen wassen. Maar hoe doen jullie dat?
Ja, wij zijn wel altijd met z'n tweeën, want we doen samen de mensen proberen zo goed mogelijk te helpen. Dus wij doen ook heel veel de handen wassen. Maar wat wij ook nog hebben, is dat heel veel mensen, vrijwilligers uit Weert, die zijn ons het helpen om de ambulances heel snel te poetsen bij de ziekenhuizen, zodat wij heel snel de zieke mensen naar binnen kunnen brengen. Ondertussen wordt onze auto gepoetst, de ambulance, en dan kunnen wij ook weer heel snel terug de weg op om andere mensen te helpen. Hoe zit het dan met kleding? Hebben jullie speciale kleding aan of zo? Ja, bij de zieke mensen, omdat wij geen anderhalve meter kunnen, van de mensen af kunnen zijn, hebben wij een speciaal pakje. En we moeten ons heel vaak omkleden op een dag. Bij elke patiënt hebben we een heel pakje aan met een muts en een bril en een kapje, zoals jullie kunnen zien. En dat trekken we dan weer uit als we klaar zijn met de patiënt. En als we dan weer een nieuwe krijgen, dan trekken we weer een nieuw pakje aan. Oh, nou, dankjewel voor de uitleg. Dag August. Nou, ik moet er niet aan denken om me zo vaak per dag om te moeten kleden, maar die mensen moeten dat dus wel. Nou, het zijn echt kanjers hoor, echt super. Poh, nou, dit was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer.